Dit is het dan. Wat een verschrikkelijk nieuws. Ik wil helemaal niet dood. Ik wil er niet over denken en helemaal niet over praten. Maar wat nu? Wat moet ik nu doen? Hoe vertellen we dit in hemelsnaam aan onze kinderen? Moet ik naar het ziekenhuis? Krijg ik andere medicijnen? Hoe gaat het nu verder? Hoeveel tijd heb ik nog? Wil ik nog wel verder met de behandeling? En hoeveel gaat dat dan kosten? Alles komt tegelijk. Oké, okay. even ademhalen. Laten we eerst eens nadenken over de medische vraagstukken. Wil ik wel of niet behandeld worden? Wat zegt de arts hierover? Eigenlijk ben ik het ziekenhuis helemaal zat. Ik wil gewoon naar huis. Maar kan dat wel? Het is zo lastig om het hierover te hebben met Willy en de kinderen. Vooral omdat de kinderen niet in de buurt wonen. Hé, hey, hier had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Wat wil ik nog met de tijd die mij rest? Deze vraag kan ik niet alleen beantwoorden. Dat moet ik doen met de mensen die belangrijk zijn voor mij. Ik heb mijn vrienden en familie. Mijn zoon, Peter, die kwam met een goed idee. Eigenlijk zouden we het liefste nog één keer met z'n vieren naar Texel gaan. Net als vroeger. Dan kunnen we nog één keer een normaal gezin zijn. Misschien is het fijner om nog nieuwe herinneringen te maken, in plaats van alleen maar met die rotziekte bezig te zijn. Ik ben er nu niet meer. Maar ik weet dat ik verder leef in de gedachten van de mensen die belangrijk voor mij waren. Het afscheid was nog steeds niet makkelijk. Maar door deze applicatie hebben we fijne herinneringen kunnen maken. En de laatste momenten in mijn leven waren in balans. Ik heb mijn leven waardig kunnen afsluiten en prachtige momenten aan mijn familie kunnen meegeven. Het was goed zo.